Yo mensen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is vandaag, even denken, het is woensdag. En ik zie even dat er iets fel zit op mijn camera. Nu is het weg. En ja man, vandaag is het woensdag, het is nu al avond. Ik ga denk ik dadelijk nog buiten. En ik heb juist even gewoon op mijn YouTube kanaal zitten kijken man. En ik heb een paar radiocomments zitten lezen. En ik dacht van, hé, misschien is het wel leuk om in een vlog ook op die dingen te reageren. Dus ik dacht van laat ik daar gewoon op reageren, gewoon mijn mening daarop geven. Dus bij mijn nieuwe vlog die ik net erop heb gezet, staat hier zo iemand die altijd aanwezig is, die altijd naar mijn video's kijkt, maar toch heel graag wil haten. Mag YouTube, YouTube is speciaal gemaakt waar je op kan disliken en waar je op kan liken, dus. Ja man, bij Instagram is dat niet zo. Bij YouTube wel, dus dat moet je gewoon aanvaarden. Oké, jullie zien het niet zo goed, maar ja, oké. Waar... Wacht, ik ga het zo doen, oké? Staat hier... Waar en als wat doe je stage en waarom ben je niet op je stage? Waar en als wat? Ik deed in een rusthuisstage, maar ja, nu niet meer. En waarom ik daar niet was, ik had totaal geen zin. Plus, ik heb geen zin, heb ik ook gewoon zelf in de vlog gezegd. Het is beter checken tegenwoordig. Ook gewoon omdat ik, ja, ik wou geld verdienen en ik ging daar niet naar. Ik dacht van, waarom zou ik er naartoe gaan als ik er toch geen geld verdien? Dan, welk festival? Dat was Snow in Aardonk. Als je er ook bent geweest, is wel naar jou. Ook naar degenen die er niet zijn geweest, is zo naar jou. Maar je moet er ook naartoe komen, man. Was lijp. Zoek je mij ook even. Zoek je mij ook even. Succes. Hoezo zoek je mij ook even? Je bedoelt omdat ik die ene hater toen geëxposed had, of dat ik jou ook ga exposen? Nee, man. Toch, ik ga mijn moeite daar niet in steken. Bij hem wou ik gewoon echt heel graag weten wie dat was. Maar voor de rest van haters of zo hoef ik niet te weten wie dat was. Als je een echte man bent, dan kon je maar gewoon voor mij praten nog. Dat kapsel lijkt verdacht veel op dat van jou hoor. Ik zeg je eerlijk, ik ga nu eens één keer een hater gelijk geven. Ik heb inderdaad een slecht kapsel. Maar dit kapsel... Wacht, even luisteren. Dit kapsel, dit moest iets langer worden van mijn kapper. En daarna kan het hier goed van achter gedaan worden. Dus ik ben het nu expres een beetje lang aan het maken. Zodat het iets langer wordt en dan kan het naar de kapper en dan kan mijn haar perfect gedaan worden. Dus ik doe dat expres, niet naar de kapper. Ik ben erg benieuwd wat jij gaat of kan doen. Daar bedoelt hij dus denk ik mee dat ik die hater ging opzoeken. Dan weet ik niet of dat hij misschien op beeld komt. Maar als je graag wil weten wat ik kan of... ga doen, of wat ik kan doen, dan moet je misschien eens met mij gewoon afspreken, met mij gewoon contact nemen. Kunnen wij zien dat je ook zo'n grote bek hebt voor mij? Oké, hier nog. Besef jij dat je erg veel geluk had en dat er zelfs effectief bewijzen zijn dat jij hebt ingebroken? Vraagteken, besef. Hoezo vraagteken dan? Besef jij dat je... werkelijk strafbaar bent. Hoezo ga je zo volwassenen praten? Ik heb niet ingebroken. Ik heb helemaal niet ingebroken. Ik ben er aangehouden omdat ze waren op zoek naar iemand die aan het inbreken was. En de laatste tijd hier in Aardonk wordt er niet normaal veel inbraak gepleegd. Dus daarom dat ze misschien dachten dat ik dat was of zo. Ewa, ja, sorry. Nog eens sorry. Vergeef mij. Ik ben weer vergeten. Om ja, heel de dag door te vlogen. Goed houtje. Oké, dat was droog. Maar ik ga nu in bad. Morgen is het vrijdag. Ik ga dan proberen echt goed te vloggen. Ik ga dat echt proberen. Maar ik ben er echt niet goed in, man. Maar toch, jullie vinden mijn vlogs leuk. Dus ja. Oké, ik ga dit checken. Morgen ga ik in bad. Alleen dan zet ik dit beeld dadelijk ergens daar op als dat lukt. Maar dat lukt niet, want die zit in een fucking oplader. En die is bijna op. Fucked up. Ga
mensen, we zijn nu bij de bioscoop. Ik ben mijn camera weer al vergeten. We gaan de meeste willen zien. Ik heb hier lekker snoep. Let's go, man. Oké, mensen, ik ga roepen in de bioscoop. Echt? Zijn er veel mensen? En nu, dit gaat zo beschamend zijn. Ongemakkelijk. Ik heb die friet. Ja. Ik heb die patat. Ja. Maar geen oorlog. Hey. We hebben die saus. Saus. Maar ik ben geen saus. Nee. Die saus komt door de papier. Papier. Maar saus komt niet door papier. Papier. We eten die friet. Friet. Hello mensen, welkom weer. Vandaag is het, even denken, even heel goed denken, even heel goed denken. Het is dinsdag, vandaag. En we eten die friet. Mensen, ik zweer het, dit is zo'n lekkere friet, ik zweer het. Die is dun, die is zo lekker, ik zweer het echt. Die saus, die mayonaise, die is ook gewoon speciaal, ik weet niet waarom. Maar bij mij, dus ik kan dat gewoon makkelijk gaan halen, zo bij broodjes en zo. Als je het niet kent, zoek het op. Nu normaal lekker. En dan moet je daar gaan halen. Dan moet je dat volgen, op YouTube zetten. Dan moet je zeggen, zie je wel, Rooksteer had gelijk, man. Fucking lekker.